video. Dit is een extra video, wat overigens elke week deze week zal komen, maar goed hè. En dit is ook een andere setting dan dat ik normaal sta. Ik sta in mijn keuken, of mijn keuken, mijn ouders keuken. Als jullie op mijn kanaal kijken, zien jullie dat ik er 8000 abonnees heb gehaald. Jawel, de 8000 abonnees. Nou, ik ben helemaal blij. En om dat te vieren gaan we vandaag een taart bakken. En die ga ik zelf opeten. Wat dacht je daarvan? Helaas kan ik het niet aan jullie meegeven of het aan jullie laten proeven. Dus dan is er maar één optie over. Dat ik het dan maar ga proeven. Maar goed, er valt dus iets te vieren. Want we hebben 8000 abonnees. En daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik wil jullie super erg bedanken. Dit is echt een beetje een mijlpaal voor mij. We gaan nu naar de 10.000. Dat is wel echt één groot feest. En het lijkt mij heel erg leuk om bij de 10.000 abonnees een grote winactie te doen. Dus als speciaal video een winactie. Dus let me know als jullie dat leuk lijken. Abonneer dus zeker op mijn kanaal. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, dan kunnen we die winactie bij de 10.000 abonnees gaan doen. Maar goed, vandaag gaan we dus een taart bakken. Het leek mij leuk om dat te vieren. En dat gaan we dus doen met taart. En ik ga mijn favoriete taart maken vandaag. Namelijk, komt die? Appeltaart. We gaan vandaag appeltaart maken. Dit had ik toevallig nog, of mijn moeder eigenlijk nog, in de voorraadkast. Appeltaart gaan we vandaag maken. Ik heb eigenlijk nog nooit echt een appeltaart zelf gemaakt. Ik maak best wel vaak een taart, meerdere taarten voor verjaardagen bij ons thuis of van mezelf. En doe ik altijd een aardbeientaart, maar dit keer een appeltaart. Dus ben jij benieuwd naar deze video? Blijf dan zeker even kijken. Doe een duimpje omhoog, zou ik heel erg leuk vinden. En dan gaan we lekker bakken, want dit is de 8000 abonnees special video. Dus bak lekker met mij mee. Ik zou zeggen, ga ook lekker in de keuken staan, pak een taart of een cake en ga lekker met mij mee bakken. Want dat vind ik heel erg gezellig. Nou, laten we beginnen. Nou goed, dit zijn de benodigdheden. Hier staat wat je zelf nog moet toevoegen rechts onderin. Ik heb deze van Koopmans, deze appeltaart. Oh, gut, zo. Nou, wat heb je nodig? Je hebt rozijnen nodig. Dat heb ik hier. Ik moet dat nog even gaan afwegen zo allemaal. Ik heb boter, 1 ei, kaneel, 7 appels en suiker. En het is nu tijd dat we dit gaan afwegen. Zo. Het handige aan boter vind ik dat als je dat dus open maakt, waarschijnlijk weten jullie dat ook wel, dat je daar gewoon de cijfers en zo kan zien. Nou, dus dan kun je heel makkelijk, dan hoef je dit niet te wegen, dan kun je gewoon al heel makkelijk zien hoeveel gram het is. Dan is dit wel prima. Nou, 75 gram rozijnen, boter. Goed, daar ben ik weer. Ik heb even wat voorbereidingen gedaan. De rozijnen moesten een kwartier lang in lauw water weken, dus dat heb ik gedaan. Ik heb alles afgebogen. Ik heb even een taartvorm met bakpapier erin gedaan. En dan ga ik nu de randjes nog even met boter smeren. En ik heb hier de mixer en de oven voorverwarmd. Dus we kunnen helemaal beginnen en de stappen gaan volgen. En ik heb er helemaal zin in. Ik heb helemaal trek erin. En wij hebben daar heel veel van die kwastjes voor. Kijk, echt fancy vind ik dit. De roerde 175 gram boter zacht in een beslagkom en voeg de mix en 2/3 van het losgeklopte ei toe. Hoi. Nou, mix, appeltaartmix. Gaat dat op alle kanten op. Oeh. Die moeten we eerst even loskloppen. Nou, hoe doe ik dat? Ik vraag me alleen af waarom die 2/3. Moet je dan later nog de andere? Dat is toch raar? Daarna moet je helemaal niks met dat ei doen. Dat overige ei. Ik vind dat raar. Maar goed, zal wel. Ik gooi gewoon alles erin. Kan mij het verrekken. Ik vind het zonde anders. Met mijn hand doen, want het is nog best wel een droog prutje. Hier staat ook dat je het eerst moet mixen en daarna met de hand tot een samenhangend deeg. Nou, dat gaan we doen. Ik heb mijn handen gewassen trouwens, dus don't worry. Maar ik vraag me af, moet er geen melk of water bij of zo? Nee, dus nee, op zich dat boter is al heel plakkerig natuurlijk, dus als je maar lang genoeg kneedt, blijft dat wel plakken hoor. Nou.
Oké, en nu? Oh, ik had even mijn haar vast moeten doen. Bekleed met 2/3 van het deeg de bodem en de rand van de springvorm. Indien het deeg te plakkerig is, kun je het even in de koelkast zetten. Nou is echt niet te plakkerig, anders staat de mandel alleen onder. Hoop, dus dat kan wel. Ik heb geleerd van mijn vader om een lepel te gebruiken. Mijn vader kan heel goed koken. Vroeger wouden we altijd dat hij mee ging doen met Masterchef Nederland, want hij kan gewoon echt rete goed koken. Gaan we even verdelen. En dat kun je dan mooi aandrukken met die lepel. Waardoor het één recht ding wordt. Maar ik ga dit even met poeder. Met meel. Zo. Nou goed, het is dus tijd om de appels te snijden. Ik heb ze even gewassen. Dat stop ik straks allemaal in blokjes in deze bak. Daar doe ik de rozijnen bij in. 2 of 3 eetlepels kaneel en de suiker. Goed, ik heb de appels allemaal geschild, gesneden en in de bak gedaan. En dat was echt een rot werk. Want er zijn echt veel appels. Nu meng de appelblokjes met de 20 gram suiker. Hoppatee. Met de 2 à 3 theelepels kaneel en de rozijnen. Nou, de rozijnen ga ik even afgieten, want er zit nog water in. Zo, die zijn weer helemaal mooi schoon en zo. Like this. Bestuif het aardig met wat bloem, rol het resterende deeg dunne rolletjes, druk deze iets plat en leg deze kruislinks over het appelmengsel. Nou, zo goed als klaar. Let's do this. Ik zeg je heel eerlijk, dat rollen ging helemaal fout. Het brak de hele tijd en ik had te weinig deeg over, dus nou ja, hè. Een beetje mislukt, maar hij gaat gewoon de oven in. Zo, nou, ik ben weer terug. Het is een hele lange tijd later en de taart is als het goed is klaar. Dus die haal ik eruit. Oeh, het ruikt echt mega lekker. Hij ziet er best goed uit. Kijk. Oh, het ruikt in ieder geval heel erg lekker. Nou, nu moet hij een uur afkoelen. En dan gaan we hem aansnijden en nog versieren natuurlijk. Want het zijn wel 8000 abonnees, dus dat moet ook duidelijk worden. Nou, tot over een uur. Dit is wel een beetje mislukt, maar het ziet er best lekker uit. En het ruikt hemels. Nou, ik heb de taart uit de vorm gehaald. En hij mag nog wel iets meer afkoelen, want hij breekt bijna af. Hij is ook heel dun, maar ik vind hem best nog wel goed gelukt. Dit ziet er niet echt uit, die dingetjes. Maar hij ziet er wel heel lekker uit. Dus ik ga een stukje uitsnijden. Maar eerst... ja, met slagroom. Oké, dat lijken allemaal rondjes, maar... 8000. Hey. Oké, laten we proeven. Hij is wel echt mega knapperig, dus dat is top. Yummy! Kijk dan, perfect. Meer slagroom. Nou, ik ga proeven en ik doe gelijk met die korst, want we kunnen gelijk die proeven. Hij is lekkerder dan als je hem koopt in de supermarkt. Nou, hij ziet er misschien niet mooi uit, maar de smaak is echt top. Ik wil je nogmaals heel erg bedanken voor het abonneren op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie deze special leuk vonden. Ik vond het wel heel erg leuk om te doen. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei!